Yo, daar zijn we weer. Hey, we gaan zoals gewoonlijk gaan we wat leuks doen als ik aan het vloggen ben. Dus ook vandaag weer. Nou sta ik bij mijn favoriete motor. Dat is helaas niet voor mij. Maar we staan ook... Hoe doen we dat? Zo. CrossFit Twente. Nog nooit geweest. Veel toppers komen hier vandaan. Hele gezellige box. Iedereen weet dat het een kerk is. En ik was wel eens benieuwd van, oké, hoe ziet het er nou uit? Ik zag vorig jaar een lijstje tevoorschijn komen met de 5 mooiste boksen ter wereld. En daar stond CrossFit Twente stond erbij. Dus dat maakt je wel extra nieuwsgierig over hoe die eruit ziet en hoe het is. Dus we zijn vandaag bij 18.5. Zelf doe ik hem helaas niet, omdat ik een kleine spierverrekking heb in mijn bovenbenen. En dan zijn thrusters niet zo heel erg geweldig idee. Dus dat doen we lekker niet. Maar we zijn hier met Rick, Juts ook heel vaak. En we gaan gewoon lekker kijken. We gaan aanmoedigen en we gaan een mooi, hopelijk een leuk filmpje maken. Dus ik neem jullie even mee naar CrossFit Twente. Damn. Heb je net de binnenkant van de kerk gezien? Ziet er super vet uit. Ze zijn nog bezig met 18.5. De laatste deelnemster die is nu bezig en iedereen staat er omheen om aan te moedigen. Superleuk. Geweldige box. Als je nog nooit geweest bent, moet je echt even langskomen. Goed gesprek gehad, lang gesprek gehad met Jan, de eigenaar. Vertelt over hoe dit allemaal in elkaar zit, hoe dit allemaal gaat. Super vet man. De spullen die ze hebben, de omgeving, de sfeer. Ja, het is niet een echte CrossFit box zoals we gewend zijn. Hè? Loodsen, kaal, toch wel een beetje koud. Hier is het ook wel koud, maar hier hangt een soort van sfeer. Super vet. Korsen nog eventjes gezien. Rick eventjes gezien en gejudged ook nog eventjes. Altijd leuk om te doen. Dus, kleine vlog over de box CrossFit Twente. Niet vergeten te abonneren en hopelijk zie ik jullie snel, misschien wel in jullie box. Geef even een uitnodiging, kom ik even heen, trainen en een kleine tour. Thanks, laters.